afdeling Grid, die onder de divisie valt, is hier bezig aan de Aardjesomitoweg om elektrificatiewerkzaamheden uit te voeren. We hebben in deze weg een school en er zijn ook nog mensen die jaren zonder stroom zitten. De opdracht komt van de overheid. Behalve aan de Aardjesomitoweg zijn we ook nog bezig aan de Koppenamenstraat, voor de Kotikabrug en de rotonde bij Mungo. Er moeten hoogspannings- en laagspanningsnetten gebouwd worden. Er worden trafo's geplaatst. Verder komt nog de afdeling Public Lighting, een van die dagen hier, om ook nog straatverlichting aan te leggen. Nou, voor de Mungonese betekent dit heel veel. Want die mensen van de Aardjesomitoweg, ze hebben heel lang gewacht en uiteindelijk is het gelukt. We vinden het echt prachtig. Het is een goed idee. We verlangen echt naar. Ja, vooral die schoolgaande kinderen. Ze moeten s'avonds lessen leren. Dus echt, ik vind het echt goed. Iedereen zal wel blij zijn. Vanaf toen men is overgestapt tot het verwerken van vuil s'avonds, werd er gebruik gemaakt van een lighting towel. Maar vandaag gaan we dat tot het verleden laten behoren. We gaan het met die LED schijnwerper doen. Wij zijn in een vroeg stadium al betrokken bij dit project om uit te rekenen wat hier nodig is voor verlichting. En waarom is dan de keuze gevallen op LED verlichting? Dat is de hele grote duurzaamheid van de verlichting. Heel veel licht ook met een heel laag energiegebruik. Hoeveel het licht die jullie op deze beelden ziet, is maar een kwart van de energie wat je nodig hebt om hetzelfde resultaat te krijgen als bijvoorbeeld gewoon metaalhalide lampen. En nu zie je het resultaat, ze zijn netjes geplaatst op de goede hoogte en de vuilnisbelt is nu eigenlijk heel goed verlicht.